Dan wil ik even doorgaan naar het eerste onderwerp. En dat is het thema aanleg, beheer en onderhoud. Misschien dat ik jou met jou begin, Dion. We denken gelijk, ik ga een rietveld kopen. Dus hoeveel vierkante meter heb ik nodig? Kan ik daar alles voor gebruiken? Wat zijn de randvoorwaarden? Waar moet ik aan denken? Kwaliteit van de deelstroming die ik ga behandelen. Wat kan ik verwachten als ik een bepaalde deelstroom heb? Welke problemen kan ik verwachten? Mm-hmm. Nou, laten we beginnen met, kun jij zo een vuistregel geven? Hoeveel vierkante meter heb ik nou nodig voor mijzelf of per IE? Ja, dat maakt een groot verschil of je het hebt over huishoudelijk afvalwater of over andere soorten afvalwater, dus uit landbouw en industrie. Maar als we het hebben over huishoudelijk afvalwater, dan kun je inderdaad vuistregels hanteren. Dan is het voor een verticaal doorstroomd systeem is het 2,5 tot 3 vierkante meter per IE. Horizontaal doorstroomd wordt er meestal toch wel minimaal 5 vierkante meter per IE gerekend. En dan heb je, wat wij dan vaak doen, is de beluchte helofytenfilters. Die komen dan op 0,75 vierkante meter per IE. Dus dat is een heel stuk kleiner. Ja, je hebt een aantal verschillende situaties. Hè. Je hebt een sporadisch feestje in een woning. Dat gaat er heel weinig invloed op hebben op zo'n filter. Zo'n hele korte piek kan een helofytenfilter heel goed verwerken. Maar als je bijvoorbeeld hebt over een camping waar je echt seizoensbelasting hebt en waar je in de maanden juli en augustus misschien wel 10 keer zoveel mensen hebt als in de winter bijna helemaal niet en in het voornajaar een hele lage belasting, ja, dan moet je toch gaan kijken op de pieken, dat je dan op juli en augustus maanden dimensioneert. Nou, gelukkig is het dan ook warm. Dan is het ook warm, dus dat helpt ook weer. Ja. Dat helpt wel weer, okay. Ja, dan heb je nog een soort tussensituatie, die komen we ook wel tegen. Bijvoorbeeld restaurants die in het weekend heel druk bezet zijn en in de week veel lagere belasting kennen, dan kunnen we vaak ook gaan bufferen. Dan zet je gewoon een bufferput en dan smeer je de weekendpiek uit over de week. Dan kun je het op die manier toch op een soort gemiddelde belasting berekenen. Okay. Maar in ons klimaat, die getallen die je net noemde, dat zijn de vuistregels die we kunnen hanteren. Ja. We willen dus geen interactie of ongewilde infiltratie. Met andere woorden, er wordt vaak folies worden toegepast bij de constructie van deze wetlands, van deze rietvelden. Kun je wat meer vertellen over wat voor type folies of afdekmateriaal jij in de praktijk toepast? Ja, nou, wij gebruiken in de praktijk de laatste jaren PP-folie, flexible polypropylene. We hebben in het verleden ook wel PE-folie gebruikt. De ervaring die we daarmee hebben is, het voornaamste aandachtspunt, enerzijds is dat het wortelbestendige folie is. Rietwortels hebben zeer agressieve wortels, die kunnen heel grote kracht ontwikkelen op een folie. Die hebben ook van die scherpe punten. Dus we hebben ooit korte tijd met EPDM-rubber gewerkt. En dan bleek dus dat die rietwortels, die groeien daar dwars doorheen. Dus dan had je op een gegeven moment buiten het rietveld ook een heleboel rietplanten. Dat ging dan een hele tuin innemen. Dus EPDM is uit een boze. Dus die zijn absoluut niet bestand tegen worteldoorgroei. Maar PE en PP kunnen daar heel goed tegen. Okay. En ja, wij gebruiken dan een millimeter dik. Ook omdat je ook een zekere mechanische sterkte hebt, als er wat stenen in de ondergrond zitten, dat je niet meteen, als je de folie legt, dat er een gat in zit. Ja, en ik begreep ook uit het verhaal van Diederik dat je hebt wat sturingsmogelijkheden met een rietveld, met name ook om je eindverwijdering te stimuleren door bijvoorbeeld een waterlaag. Dus je moet wel, je moet gegarandeerd een waterdichte afdichting zijn, dat je een aantal... Ja, ook daarom, maar ook bijvoorbeeld de laatste jaren komt er steeds meer vraag ook naar hergebruik. Mm-hmm. Dus dan is het ook belangrijk dat je al je water ook weer terugkrijgt. En niet, dat het niet in de bodem zakt voordat je het kunt hergebruiken. Nee. En als we het dan over type planten hebben, ik weet niet wat jij in jouw constructies toepast, maar bamboe zal dan wel nooit worden toegepast, neem ik aan.
bij zoiets. Wij hebben het nog nooit toegepast in ieder geval, nee. Maar wat zijn de planten die jij gebruikt? Meestal toch riet. Ja, om verschillende redenen. Riet is gewoon een hele gemakkelijke plant. Je plant het aan, het groeit heel vlot. Het kan goed tegen sterk vervuild afvalwater. Het vormt gewoon een mooi dicht bestand. Ja. We hebben ook wel andere planten gebruikt, lisdodden, gele lis en dergelijke. Dat geeft zeker in de zomer ook wel een mooier gezicht. Ik vind zelf het nadeel van gele lis en lisdodden is dat ze in de winter er heel beroerd uitzien. Die zakken die vallen helemaal plat. Dat wordt zo. Ik heb al klanten gehad waar we een rietveld aan hadden gelegd met gele lis. En die bellen me dan in de winter op en zeggen, alle planten zijn dood gegaan. Ja, hoe is het mogelijk in de winter? Ja, maar ze zien er gewoon niet mooi uit in de winter, omdat ze zo slap plat vallen. Terwijl riet, die dorre stengels, die blijven mooi recht staan. Ik vind het in de winter er mooier uitzien. Maar van de andere kant begreep ik ook van het verhaal van jou, Diederik, dat die omgevallen planten, die planten en zeker die holle stengels, dat is een mooie isolatielaag om toch niet te veel warmteverlies te krijgen. Zeker als je grijs water behandelt. Mm-hmm. Dus zo'n platliggende plantenlaag is misschien wel een voordeel voor het biologische functioneren in de winter, of niet? Nee, dat valt wel mee. Ik denk dat juist die rechtopstaande dorre rietstengels, dat die een hogere isolatiewaarde hebben dan die smurrie die je krijgt van gele lis. Oké. Ja, goed. Ik heb nog nooit gele lis goed bekeken in de winter. Nee, maar dat je daar wel gelijk in hebt. Even kijken. Ik kan het bevestigen, want dat is bij ons precies hetzelfde. Ja. Gele lis die ziet er niet uit in de winter. Nee, dat is niet mooi. Dus misschien wel een mooi bruggetje naar beheer. Wordt er actief ook gemaaid van het riet en afgevoerd? Ik ben benieuwd naar jouw ervaring op dat gebied. Ja, we hebben op een heleboel helofytenfilters hebben we een onderhoudscontract. Jullie doen zelf het onderhoud? Wij doen het onderhoud, voor veel klanten doen wij het onderhoud. Dat is meer het technische onderhoud wat wij doen. Het maaien doen wij af en toe, maar meestal niet. Dat gebeurt meestal door de klant zelf. We vragen daar wel meestal om. Omdat als je het nooit maait, dan gaat toch op een gegeven moment dat dorplantmateriaal gaat opstapelen. En dan komt er zo'n soort compostlaag op het filter, die ook je doorlatendheid verslechtert. Dus het is toch wel goed om in het voorjaar dat plantmateriaal te verwijderen. Dat je daar minder opstapeling van dorre planten krijgt in compost. Maar als jullie rietvelden verkopen, dus ook, jullie doen ook het actieve beheer. Dus zoiets nu in deze periode of een maandje later, dan wordt ervoor gezorgd dat het dorre materiaal van vorig jaar, dat het wordt verwijderd zoveel mogelijk? Nou ja, dat geven wij mee aan de klant, dat die dat moeten doen. wij hebben geen. Het is voor ons moeilijk om dat overal over het land te gaan doen, want je moet het maaisel dan ook weer gaan afvoeren en dan moet naar het containerpark en zo. Ja, dat is voor ons. En doet de klant dat? De bewoners die doen dat zelf. Die vinden dat leuk? Ja, ik doe veel bewonersprojecten. Ja, en als architect dan. En ik woon dus zelf in zo'n project in Den Bosch. En we hebben toevallig vorige week, hebben we op een zaterdagochtend, met een man of 12, hebben we 250 vierkante meter rietveld, hebben we dus gekortwiekt, zeg maar, en afgevoerd. Onze ervaring dat het beste gaat met grote ribbelmessen. Ja, daar snijden ze het makkelijkste mee af. Dat gaat in big bags, iemand heeft een busje, dat gaat erin. En wij mogen dat gratis storten bij de groenafval. Okay. Ja, en dat heeft ongeveer 3,5 uur gekost om 250 vierkante meter rietveld te kortwieken en af te voeren. Maar dan heeft het ook nog meerdere functies. Het is ook een sociale functie, ja, absoluut. Samen met je buren aan de slag. Ja, ja. Het heeft nog een leerfunctie. De jonge generatie leren hoe je met zo'n ding riet snijdt. En daarna ga je er nog wat mee verdienen ook. Precies. Ja. Oké. Okay. Nee, en dat is, we hebben natuurlijk een collectieve binnentuin waar het rietveld een onderdeel van is. Okay. Dus we hebben af en toe gewoon tuinochtenden op een zaterdag en dan gebeurt er van alles. Okay. Onder andere het rietveld één keer per jaar en dat doen we meestal nu zo in februari, maart. De winter laten we het mooi plat liggen. Okay. Ja. En in februari, maart dan. En als we het over biodiversiteit hebben, merk je ook dat er bijvoorbeeld meer vogels. De rietzanger bijvoorbeeld.
Je moet het toch leuk vinden. De slang hebben we nog niet ontdekt. Nee, rietzanger. De rietzanger. Zanger, de rietzanger. Dat is een vogel. Okay, ja. Maar merk je dat? Is dat er nou, meerdere... Zo, we hebben een permacultuur binnentuin. Ja. Waar sowieso heel veel vogeltjes en egels, een uil zelfs, op afkomt midden in de binnenstad. Dus wij verbazen ons hoe een beperkt oppervlak, zeg maar, van de permacultuurtuin met rietvelden daarin, hoeveel biodiversiteit dat oplevert. Ja. Okay. Dat is verbazingwekkend. Ah, grappig. Ja. Leuk om te horen. Ja. Nou, dat is het kleine onderhoud, eigenlijk het jaarlijkse onderhoud, het bijhouden. Maar hè, als ik denk aan het adsorptieverhaal en ook de verschillende materialen en zo. Dus je hebt ook af en toe groot onderhoud nodig. Mm. Kun je daar iets over zeggen? Ja, kijk, de meeste onderdelen van een helofytenfilter zijn vrij duurzaam. Hè, zijn heel inert, daar gebeurt eigenlijk niks mee. We hebben filters die 25 jaar oud zijn. En als je daar de bovenste grindlaag wegschraapt, dan zie je daar nog gewoon... Het zand ziet er even schoon uit als toen het aangelegd is. Dus in die zin gebeurt er eigenlijk op de lange termijn heel weinig met zo'n rietveld. Maar je hebt natuurlijk wel wat slijtagegevoelige onderdelen. Je hebt er een pomp, meestal bij de verticale systemen. Nou ja, een pomp gaat in het algemeen een jaar of 15, 16 mee. En dan is die toch wel versleten en dan moet die vervangen worden. Bij beluchte systemen heb je ook een luchtblower die wat onderhoud nodig heeft. Dus dan moeten er wat onderdelen vervangen worden of een blower moet gereviseerd worden. Dat is meer het grotere technische onderhoud. Mm-hmm. Dan kun je het ook nog gaan kijken naar het einde van de levensduur. En het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat de levensduur van een helofytenfilter eigenlijk is. Want, ja, wij zijn op het moment 30 jaar bezig in het vak. En de oudste systemen die wij gebouwd hebben, daar zijn er nog steeds een aantal van in bedrijf na 30 jaar. Zonder dat daar aan het substraat iets gebeurd is. Nou, ze doen dus niet onder voor een normale conventionele rioolwaterzuivering dan. Dat betreft. Nee. Het is nu een beetje de vraag van hoe lang gaat dat nog door? Hè? Je kunt je voorstellen. Ja, het is die oude systemen die wij gelegd hebben, dat zijn verticaal doorstroomde systemen met zand. Je kunt je voorstellen, er zijn altijd wat stoffen in afvalwater die niet afgebroken worden, die zich toch gaan accumuleren, dat je toch een zekere verstopping krijgt in je zandlaag op de lange termijn. Maar zover wij nu kunnen zien, beperkt dat zich tot de bovenste laag. Dus maar maken jullie dan ook gebruik van, zoals Diederik ook zei, die voorbehandeling, hetzij een vetvang voor keukenafvalwater of een septic tank voor toiletafvalwater, die hebben jullie bij al jullie systemen ook staan? Ja. Okay. En dat is wel essentieel om die lange functionaliteit te kunnen waarborgen? Dat hangt een beetje van het type rietveld af. De meest gebruikte rietvelden in Nederland en België, dat zijn dus de verticaal doorstroomde rietvelden, wortelzonrietvelden, dat is types die Dirk heeft vermeld. Mm-hmm. Die hebben allemaal een septic tank als voorzuivering nodig. Mm. In Frankrijk heb je een systeem wat zonder septic tank werkt. Dus dan ga je ruw afvalwater op het filter pompen. Dus dat wordt daar voor de wat grotere systemen buiten een dorp bijvoorbeeld gebruikt. Dat in landbouwgebied zo'n systeem wordt aangelegd. En dan heb je geen septic tank nodig, maar dat is een heel eigen type rietveld weer. Ja, ik had begrepen, dat leek me nog niet zo'n hele frisse bedoeling, maar eigenlijk valt dat ook wel mee. Dat valt enorm mee in de praktijk, ja. Ik heb er verschillende bezocht en er vlakbij gestaan. En maar nu ben jij heel veel gewend natuurlijk. Ja, dat valt wel mee. Maar als je vrouw meeneemt, die is dezelfde mening. Die heeft dezelfde mening. Ik kan dat wel bevestigen hoor, want als architect pas ik al 30 jaar helofytenfilters toe. En het zijn altijd verticaal doorstroomde filters met septic tanks ervoor. Ja? Mm-hmm. Dus je gebruikt altijd septic tanks voor een anaeroop proces en dan gaat het rietveld in. Ja. En daar moet je dan wel af en toe de drijflaag moet je dus weg laten zuigen. Mm-hmm. Ja, omdat die niet helemaal... Dat is wel een vraagje wat ik een beetje aan deze tafel ook heb. Van, werken die anaeroop tanks nog wel? Hè? Vroeger de beerput, zeg maar. Mm-hmm. Nu anaeroop tank waarbij die drijflaag zich moet omzetten.
En ik heb het idee, door het vele gebruik van schoonheidsmiddelen en doucheschuimen en van alles en nog wat er gebruikt wordt, dat niet zo goed afbreekt. En dat er misschien een toevoeging nodig is aan die drijflaag. Vroeger was dat een dode kip, hè, die je erin moest gooien om dat proces goed op gang te brengen. Mm-hmm. Lacht. Ja. Maar ik heb het idee dat we nu toch heel op... En in Frankrijk, ik heb dus middeltjes uit Frankrijk gezien, die kun je toevoegen. Ja, om te zorgen dat proces beter plaatsvindt. Wat vinden we daarvan eigenlijk? Ja, sowieso, hè, de functioneren van die voorbehandelingen. Van die voorbehandelingen, van die septic tank. Als bedrijf, doe jij dat, of hou jij daar zicht op? Zelf ook? Of ja. Is dat ook, dat zeg je, nou, dat moet de bewoner maar doen? Bij het onderhoudscontract, daar hebben wij zo'n soort checklist die we aflopen. En een van de dingen op die checklist is even controleren hoe staat het met de slipniveaus in de septic tank. Ja. En dan geven we in het rapportje aan de bewoner het advies, ja, de septic tank moet nu geruimd worden. Maar dat ruimen, ja, daar zijn allemaal gespecialiseerde firma's voor met zo'n zuigwagen. Mm-hmm. Dus dat moet dan door zo'n zuigfirma gebeuren, die komen dan... Ja, maar wat ik van jouw verhaal begrijp, dat is het leegruimen en dan weer opnieuw vullen van zo'n ding. Maar het is ook de biologische functionaliteit. Ja. Dat kan ja, wel. We hebben nu de ervaring bij dit laatste filter dat we dat toch na 2 jaar alweer die drijflaag moeten afzuigen. Terwijl als dat een goed afbraakproces in zou zitten, zou dat 1 keer in de 5 jaar moeten. Ja? En het zijn natuurlijk wel ook kosten die daarmee gepaard gaan. Ja, ik had altijd het idee, maar waarschijnlijk niet, van als mensen dan in zo'n aangesloten zijn in zo'n systeem, dan is men wel bewust, eco-bewust. Absoluut. Nee, dan worden probeer men juist agressievere middelen. Ja. Zelfs toiletpapier hebben we afspraken over, dat gewoon dun alleen maar ecologisch. Een velletje per keer. Nee, maar dat is een dingetje, want wij merken dus dat er gewoon ongelooflijk veel papier gebruikt wordt tegenwoordig. Ja, vooral als je kinderen in de... Ja, nee, nou, we hebben 30 kinderen. Ik ben 30 kinderen zijn daar in ons project. Ja, dus dan is de vraag hoe zo'n proces nog... Nou ja, het is het papier, maar natuurlijk ook meer additieven denken dan natte doekjes en weet ik het allemaal. Ja. Ja, en er zijn wel afspraken over dat soort dingen. Doekjes horen niet in het toilet thuis. Yeah. Ja, maar goed, ja, er gebeuren natuurlijk ook wel eens ongelukjes. Maar dan nog heb ik het idee dat door de vele middelen die we overal voor gebruiken, ook al zijn ze ecologisch, zijn ook zeepen. Het blijft natuurlijk spul wat dat anaeroop proces niet goed voedt op een of andere manier. Dus... Nou, ik heb het idee dat we daar iets aan moeten doen, iets aan toe moeten voegen. Dus ik ga dat Franse spul nu eens een tijdje gebruiken om te kijken of dat werkt. Dat was niet die dode kip. Oh nee, de dode kip die was er hier. Nou ja, die dode kip zou altijd nog kunnen. Dat is al goed verkopen. Vroeger was dat heel normaal, hè? Wist iedereen die een septic tank had. Ja, daar moet je gewoon... voor dat proces moet je daar een dode kip in gooien. Maar goed, wij passen dus, als ik het goed beluister, maar misschien weet jij dat, we passen hier normaal voornamelijk verticale wetlands toe, verticaal of meer dan horizontaal? Ja, Vlaanderen, Nederland, vooral de verticale, ja, klopt. De horizontale is meer Engeland, Tsjechië. Maar verticaal, die zijn dus eigenlijk aeroop, zoals je zei. Nou, die detergenten zijn meestal aeroop wel aardig af te breken. Maar we willen natuurlijk ook in bewonersprojecten geen nat filter hebben. Ja, je moet een droog filter hebben. Kinderen moeten daar wel doorheen kunnen lopen. Ja, als ze dat doen. Ja, zonder dat er ongelukken gebeuren. Dus als je een nat filter hebt, die wil geen moeras, die wil ook geen muggen. Ja, dus bewoners kiezen natuurlijk standaard voor een droog filter. Een verticaal filter is dat. Dus ze zijn eigenlijk beloopbaar. Ja, dus er gaat geen hek omheen of zo. Nee, ik kan er straks wat van laten zien. Maar onze bovenlaag zijn schelpen bijvoorbeeld. Ja, en daar loop je gewoon. Kun je gewoon, als we onderhoud plegen, dan moet je daar ook doorheen kunnen lopen. Maar dat geldt voor niet ruiken. Ja. De horizontale zijn ook beloopbaar. Hè. Dat water staat onder het oppervlak. Dat kan je perfect ook oplopen. Maar het levert geen veiligheidsproblemen op, zeker voor kleine kinderen. Ik had het idee dat dat meer nat was. Niet de bedoeling. Niet de bedoeling, Oké, dus ze kunnen heel goed in een gemeenschap en de bewoners kunnen eroverheen een bloemetje plukken, dus dat is heel mooi. Ja. Levensduur van een hele fietsenfilter, dat zei je al, je hebt ervaringen die teruggaan tot 30 jaar. Ja. En ze doen het nog steeds. En misschien de toplaag even afschapen en
ja. erbij en we kunnen weer 30 jaar verder. Dat is wat ik verwacht, ja. Die verstopping, die vervuiling met vaste stoffen die niet afbreken, dat is de bovenste 10 à 20 centimeter. Dus als je die, alleen die vervangt, ja. dan zou je in principe weer... Mijn oudste filter is 30 jaar van een vakantiepark. Ja. En daar hebben ze inderdaad de bovenlaag en de drainageslangen die daarin lopen vernieuwd. Ja. Ja, omdat je dan toch de boel open moet maken. Ja. Dan kun je ook best maar dat vernieuwen, dat dat weer oké is. Ja. Ja. Dat niet verstopt is. En zijn er ook wel eens hele filters verlaten? Bijvoorbeeld, misschien had men het lat nodig of andere dingen. Van, is dat makkelijk om dat stukje land weer her te gebruiken? Of? Ja, in principe wel. Er zijn een aantal filters geweest. Ik weet er van een paar in België, waar een helofytenfilter is aangelegd, waar dan later toch riolering is gelegd. Het waren filters van Aquafin en die zijn dus verwijderd. Mm-hmm. En toen hebben ze ook, ja, wat dan een van de aandachtspunten is natuurlijk, dat waren vrij grote filters. Dan heb je dus ook heel wat grind of zand af te voeren. En mm-hmm. ja, dan krijg je natuurlijk te maken met, is die grond vervuild? Ja, en daar zijn dus ook toen onderzoek op gedaan en bleek dat het nog steeds geschikt was voor vrij hergebruik. Dus dat het niet zo sterk vervuild was, bijvoorbeeld met zware metalen of zo, dat je speciaal af moest voeren. Het kon nog gewoon hergebruikt worden. Dus want ik zag in jouw slide dat bij zware metalen wel voor deels worden tegengehouden. Ze moeten absorberen, dus ze blijven erin achter. Ja, dus ze bleven absorberen, ze bleven in dat slip zitten. Maar we hebben gelijkaardige ervaring. We hebben monitoring gedaan op een rietveld niet ver van Gent, dat al 12 jaar in bedrijf was. En dan zagen dat die metaalconcentraties in vergelijking met bodemsaneringsnormen minimaal waren. Okay. Dus dat is eigenlijk geen zorgenpunt. Ja. Nee. Ik heb het ook wel eens uitgerekend. Hè. De metalen die het meest voorkomen in huishoudelijk afvalwater zijn koper en zink. En als je dan de gehaltes bekijkt die in het water zitten en in een worst case scenario, als het allemaal in het filter zou blijven hangen, nee. dan zou het nog iets van 80 tot 100 jaar duren voordat je aan de eerste signaleringswaarde komt. Dus ja, dat is eigenlijk geen punt van zorg. Nee, oké, okay. Nou, dat is allemaal heel positief. Ja. Ik ga zo'n ding kopen. maar goed, dat is de volgende vraag. Wat moet ik jou betalen? Wat kost eigenlijk? Kun je daar indicatie van geven? Waar moet ik aan denken? Ja, ik heb een slide daarvoor. Hij staat er al, zie ik. Hij staat erop. Dan zie je mooi de prijzen op een rijtje staan. Ja, ik krijg vaak de vraag wat kost een helofytenfilter per vierkante meter. Maar ja, dat kun je eigenlijk niet zeggen, want bij kleine systemen zijn die per vierkante meter relatief duur. En bij hele grote systemen is het per vierkante meter juist relatief goedkoop. Dus kun je aangeven waar dat aan ligt? Wat is precies de economy of scale factor hierin? Ja, kijk, je hebt per vierkante meter natuurlijk een soort van vaste kost. Je hebt per vierkante meter heb je ongeveer 1 vierkante meter folie nodig en bijvoorbeeld een kuub filterzand. Dus dat schaalt gewoon lineair op. Maar de technische kant, het pompsysteem, de stuursysteem, gewoon het graafwerk voor een klein bakje is relatief kost meer tijd dan dat je in één keer 1000 vierkante meter kunt afgraven. Dat soort dingen. Ja, ja. Dus daarmee zakt de prijs naar de grootte, zakt aanzienlijk. Mm-hmm. En dat geldt zowel voor de aanlegkosten. Je ziet hier dat per IE dus de aanlegkost van €2000 voor een particulier systeem daalt naar €300 per persoon voor een systeem van 500 personen. Dus dat is een hele scherpe daling eigenlijk. Mm-hmm. En datzelfde geldt een beetje voor de jaarlijkse kosten, waar je dus, je hebt daar vooral de slipruiming uit de septic tank, energieverbruik en het onderhoud. Hmm. Ja, als wij één keer per jaar op onderhoud moeten komen bij een particulier systeem, dan kost dat ook die reiskosten, je bent daar toch een paar uur bezig. En voor een heel groot systeem is dat misschien een paar uur extra, maar dat is niet 10 keer zoveel dat je daar kwijt bent. Ik vind de kosten eigenlijk... Nou, heel, heel, heel erg schappelijk als ik het zo zie. En als ik het even vergelijk met een rioolwaterzuivering. Ik zal eens even voor het gemak een halve euro per kuub rekenen. Daar zal ik ook wel een beetje naast zitten, maar goed. Dan heb ik het over de afvalwaterzuivering. Nou, een halve euro en 0,13 kuub per dag keer 3, 6, 5. Nou, dan zit ik toch ook aan zo'n €25 per jaar. Ja.
voor, en dan heb ik het nog niet over de riolering gehad. Nee, ik heb die berekening ooit eens gemaakt van de totale kosten. Is dat ook ongeveer goed? Ik moet even teruggraven in mijn geheugen, want dat is al een tijd geleden. Maar als je die riolering erbij telt, dan wordt het veel duurder. Ja. Ja. En ook naar energieverbruik. Als ik even voor mezelf ongunstig reken met beluchte systemen. De energie die een belucht helofytenfilter gebruikt, daarmee heb je het met drukriolering alleen nog maar verplaatst. Ja. Dan is het eigenlijk, dan heb je het nog niet gezuiverd. Maar waarom hebben we dan in de jaren 90 allemaal die buitengebieden met een persleiding aangelegd? Ja, dat is heel dom geweest. Ja. Eén zegt heel dom. Ja, heel dom. Ja, andere mensen. Ja, het is allemaal techniek die allemaal onderhoud vergt en materiaal kost, CO2 belast. Terwijl het helemaal niet nodig is. Ja. Ik denk dat ik jou daar gelijk in ga geven. Ik denk dat het niet zo heel verstandig was geweest. En ik denk dat onze zuiderburen heel goed hebben om even te wachten met de beslissingen en de wet van de remmende voorsprong. We hebben nu het nakijken. Ik heb nog een andere manier van rekenen. Dat doen wij dus bij bewonersprojecten. Van wat levert het op? Want je betaalt geen rioollasten meer. Ja, althans een groot deel van de rioollasten niet meer. En we hebben uitgerekend dat we tussen de 7 en de 10 jaar terugverdientijd hebben. En daarna goedkoper uit zijn. Goedkoper uit? Ja. Maar jullie betalen geen zuiveringslasten? Nee, natuurlijk niet, want we zitten niet op de riolering. Helemaal, jij was ook niet verplicht of zo? Geen moeilijke... Nee. Je moet wel dus waterschapslasten, dat soort dingen, ja, die moet je wel betalen. Die zitten ook in die prijs. Ja. Dus we hebben wel een beetje een gevechtje gehad van welk deel betalen wij nu wel en niet... Ja, en daar was dan iedere. Is daar een juridisch kader voor? Kunnen als mensen dit horen, ik denk iedereen denkt, ja, ik woon in het buitengebied. Is dat juridisch afgekaart? Als je in het buitengebied zit, er is geen riolering, dan kun je ook nooit riolering betalen, toch? Nee, maar je kan wel verplicht worden en dat is gebeurd in het verleden. Ja, maar dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Maar het is gebeurd. Ja, en, het is gebeurd, maar niet overal. Er zijn ook voorbeelden van waar dat niet gebeurd is. Ja, dat is een klein dorpje ergens in West-Brabant met houten palen erom en een klein manneke en een dikke man ernaast. Nee, maar goed, daar zit natuurlijk wel een dingetje. Ja.